Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Brahim Eitrian. Ik ben commercieel directeur bij Atlas Fietsen. En we zijn vandaag in onze winkel in Alphen aan den Rijn. En dat zijn we niet zomaar. We zijn namelijk weer genomineerd als tweewielenwinkel van Nederland. Daarnaast zijn we genomineerd als beste werkgever in de tweewielenbranche. Een heel speciaal moment. We zijn namelijk al 7 keer genomineerd voor deze prijs. In 2017 zijn we tweewielenwinkel van Zuid-Holland geworden. In 2018 zijn we nogmaals tweewielenwinkel van Zuid-Holland geworden. In 2019 zijn we favoriete tweewielenwinkel van Nederland geworden. In 2020 hebben we de Best Online Performing Award gewonnen. En in 2022 hebben we deze prijs nog een keer gewonnen. Nou, we zijn super trots dat we nogmaals genomineerd zijn voor deze hele mooie prijs. We zijn op de achtergrond in de winkel druk bezig geweest. We zijn in de werkplaats zijn we druk bezig geweest. We hebben een verbouwing achter de rug. En daarnaast onze online zichtbaarheid proberen we jaar op jaar, maand op maand opnieuw te verbeteren. Nogmaals, we zijn super blij met deze 2 nominaties. En we hopen dat we 2023 kunnen afsluiten als tweewielenwinkel van Nederland. En als beste werkgever in de fietsbranche. Vlak na de opnames kregen we ook bericht dat we genomineerd zijn als klantvriendelijkste winkel van Nederland. Dus niet 1, niet 2, maar 3 nominaties. Houd ons YouTube kanaal in de gaten, want 6 november worden de winnaars bekendgemaakt. En ook dit zullen we met jullie delen. Dank voor het kijken.